zonder online garage. Dit is mijn nieuwe huis. Huis, ja, dat is een beetje overdreven. Dat is een beetje sad dat dit mijn huis zou zijn. Maar dit is mijn nieuwe werkplek. Ik noem het de online garage. Nou, wacht, dat is een beetje dubbel misschien. Maar dit is vanaf nu mijn werkplek. Het wordt steeds kouder, steeds meer winter. En het is leuker om binnen te zijn dan om buiten te zijn in deze tijden. En ik zal even de deur open doen, dat is wel leuk. Dit is het. En dit is Jeroen. Jeroen is er ook. Thanks voor het filmen van de intro, Jeroen. Volgens mij was het best wel nice. Dan kan ik heel mooi editen en zo. Even mijn haar goed doen, dat is ook belangrijk natuurlijk altijd. Maar dit is mijn garagebox. En het is 15 vierkante meter. Niet super groot, maar het is wel binnen. En dat is het enige wat telt. Want de afgelopen tijd in het weekend was het gewoon heel irritant. Als het regent in het weekend, want in het weekend is de enige tijd die ik heb om een video te maken. En als het dan regent, dan is het helemaal verpest. En dan kan ik een video maken. En zoals je ziet... Het pad is ook overdekt, dus het is dubbel overdekt. Er staan allemaal garageboxen hier, opslag, werkplekken van mensen, maakt allemaal niet uit. En dit is die van mij. Je hebt verschillende maten hier binnen en mijn is dus 15 vierkante meter. Misschien wil ik nog gaan upgraden naar iets groters. Ik heb hier een mooi zeiltje neergelegd, ik heb al een mooi kastje neergezet met al mijn shit erin. En ja, ik ben wel heel enthousiast om hier lekker video's te gaan opnemen. Want dan kan ik gewoon lekker ieder weekend werken. En ik heb ook nieuwe tools, die ga ik zo unboxen. Want dat is misschien ook wel een mooie deal voor jullie als jullie nog tools nodig hebben. Toen ik het hier aantrof, toen was hier zo, lag heel veel schijt of zo, of aarde of olie. Ik denk dat de vorige persoon hier een soort van giraf had gestald of zo. En die heeft hier gescheten. Maakt niet uit. Ik heb hier een zeiltje neergelegd, want mijn auto die lekt wel eens wat. Dus dan wordt mijn vloer niet vies, al is hij wel al vies. Maar wat ik vandaag eigenlijk wil doen, is ik wil de vloer een beetje schoonmaken. Want ik heb een mooie schraper ook hiervoor en ik wil lekker gaan bezemen. En dan wordt het allemaal wat netter. En ja, ik hoop dat jullie ook net zo enthousiast zijn als ik over deze werkplek. Ik heb het zelf weggehaald, want ik wil lekker gaan bezemen. En van de eigenaar van dit hele gebeuren heb ik ook toestemming gekregen om voor mijn box aan auto's te werken. Omdat hij er een beetje krap in past. Dus ik kan gewoon ook deze ruimte allemaal gebruiken om aan auto's te werken. En dat vind ik super chill. Ik ga eerst even bezemen, want ik wil de vloer een beetje netjes hebben als ik daar op mijn rug in moet liggen. Zo jongen, zwaar gevecht. Oké, gevecht tegen mijn kijkers. Als we hoesten op camera, nee, we hebben geen corona, we hebben gewoon te veel stof ingeademd zonder vloer. Ik was van plan te gaan vegen en dan met een stofferen blik alles op te scheppen, maar het vliegt van allemaal de lucht in als ik veeg. Het is wel clean, hè? Ja, het is wel clean, toch? Ja. Je ziet wel echt verschil. Dames en heren, welkom bij de opruimgarage. Zie je dat? Er ligt een beetje viezigheid in een schepje. Ja. Wauw. Wat? Dit is kwaliteit content, natuurlijk. Dit is waarvoor jullie gesubt zijn. Nou, ik denk dat jullie genoeg van bezem hebben gezien. Het gaat een beetje zo. Conclusie is, ik veeg het omhoog en dan vliegt er allemaal stof omhoog. En dan, ja, dan ligt er uiteindelijk niks meer op de grond. En waarschijnlijk komt dat stof ook weer gewoon weer langzaam naar beneden. Dus daar moet ik nog even wat op bedenken. Maar ik ga jullie even een rondleiding geven door mijn tools. Terwijl Jeroen nog lekker aan het stofferen en blikken is, zal ik even laten zien wat ik hier allemaal heb. Daar kom ik zo op terug. Dit is mijn nieuwe kast. Die heb ik speciaal gekocht voor hier. Daarboven staan assteunen, wat koelvloeistof en een krikje. En dan heb ik hier deze plank heb ik zeg maar op werkhoogte gezet. Zodat ik hier eigenlijk gewoon wat random dingen kan doen. Als ik hier iets moet lijmen, plakken, solderen, whatever. Dan heb ik dit gewoon op werkhoogte. En hier heb ik wat random tools nog in een doosje. Maar die kunnen straks weg vervangen door mijn nieuwe tools. Hieronder heb ik een plank, driepootje, momentsleutel, voorraad met schroefjes en zo, wat doppensets, heel belangrijk, duct tape natuurlijk. En hieronder heb ik wat spuitbussen, ik heb alles in bakjes geordend, dat is wel super nice. Hier zitten nog wat MX5 dingen in, wat kabels, leidingen en dat is helemaal mooi. Maar wat ook heel mooi is, is dit motortje, een 125cc Lifan motortje. Als jullie nog een projectje weten dat ik daarmee kan doen, moet je het laten weten. Ik dacht zelf aan een drift trike. Dit is dezelfde als die Colin Furze heeft gebruikt voor zijn drift trike. Dus misschien is dat wel een heel leuk idee. En toen ik mijn vrienden bij Carpadoo een mailtje stuurde van ik heb binnenkort een mooie nieuwe werkplaats, toen zeiden ze misschien moet je wat mooi gereedschap nemen voor jouw mooie werkplaats.
Toen dacht ik, nou, dat lijkt me een heel goed plan. Dus ik heb deze box van Carpadoo gesponsord. Hashtag ad, zoals dat tegenwoordig moet. Dit is een mooie doos met heel veel delen. En ik ga even kijken wat hierin zit. Wauw! Ik ga op reis en ik neem mee. Dit is wat gereedschap. Ik zal het linkje hier naartoe en het linkje naar Carpadoo zal ik in de beschrijving zetten. En dan gaan we eventjes een unboxing doen, zoals dat natuurlijk heet. Wauw! Dit is wel super nice, want dit is echt alles wat ik nodig heb. Steeksleutels, doppensetjes, schuifmaatje zelfs, rolmaatje. Alles wat je maar kan hebben. Hamer ook heel belangrijk natuurlijk. En hierachter zit nog meer. Zo, hier zit allemaal schroefdraaiers, een zaagje, kniptangetje, mesjes. Super nice. Hierachter nog meer dingen. Ja, ik ben heel tevreden hierover. Dit is precies wat ik nodig heb in deze werkplaats. Om het helemaal compleet te maken. Dus, shout-out Carpadoo. We gaan dat stickertje, zal ik ook even op die box plakken. Want dat staat wel zo mooi. Ik weet niet of dit gaat werken met de ribbeltjes. Ja, die blijft zo mooi zitten. Hoppatee. Carpadoo represent. Aangezien de vorige eigenaar het niet heeft gedaan, ga ik deze olifantenpoep maar wegschrapen. Lekker. Gaat eigenlijk best wel goed. Het is best wel veel shit eigenlijk. Ik weet nog steeds niet wat het is. Wil je het niet weten misschien? Nee, ik wil het ook niet weten. Ik hoor Misha aankomen. Ja. 100%. Yes. Met dit? Ja. Kijk dan, wat een hoop shit. Wauw. Of iemand heeft hier een burn-out gedaan dat het rubber is. Who will know? Ik heb deze shit nu wel opgeruimd. Het ziet er een stuk beter uit dan net. Met het schrapertje en nog wat remreiniger erbij is dat wel goed gelukt. Misha is er nu ook. En Misha die is ineens begonnen de muur schoon te maken samen met Jeroen. Want dat vonden ze super leuk of zo. Die zeiden meteen van ja, wij gaan de muur schoonmaken. Er zitten allemaal gekke strepen. Oké, de muur is best wel vies. Er zitten allemaal gekke strepen op. Hier zie je een stukje heel licht. En die willen ze graag wegpoetsen. Nou ja, voor mij mag het. Mij boeit het niet zoveel, maar ze vinden het leuk. En misschien wil ik nog geluidsisolatiemateriaal op de muren doen, als jullie dat geluid beter vinden. Want ik ga natuurlijk hier best wel veel filmen, dus het is maar beter als het dan gewoon goed is. Zo, wat een tactiek hier. Dus ja, ik ga hier echt wat moois van maken. Misschien nog een mooie de online garage poster of iets ophangen om het allemaal een beetje fancy te krijgen. Maar dat komt wel helemaal goed. Nu de auto hier binnen staat, kan ik eventjes mooi deze spray gebruiken en een beetje schoonmaken. Ik heb net de auto gewassen, maar extra schoon is natuurlijk nice, want hij wordt nu niet meer vies omdat hij binnen staat. Dus dat is super chill. Dus ik kan lekker helemaal detailen wat ik wil. Oeh. Ik weet alleen niet of het er mooi op wordt. Dus hetzelfde als net, hoor. Wauw, dit is wat jullie willen zien. Oh, super impressive. Wat willen jullie eigenlijk hier zien? Wat? We weten. In de comments. In de comments. Oeh, ik ga het zeggen, maar dan ga ik sowieso 60.000 comments over krijgen. Ik heb plan om een auto te gaan rappen. Alleen ik weet niet welke kleur. Ik zat zelf te denken aan deze kleur. Mocht er nou iemand met ervaring zijn die me iets meer kan vertellen hierover. Misschien een bedrijf dat wil sponsoren. Weet je, weet maar nooit. Er zijn vet veel rapbedrijven in Nederland. Misschien zo eentje die extra aandacht nodig heeft. En dan kunnen we misschien een mooie samenwerking doen. Geen idee. Maar misschien wil ik het ook wel zelf gaan doen, want zelf rappen lijkt me ook wel heel interessant om dat hier te gaan doen. Want ja, het heeft vooral heel veel geduld nodig volgens mij. Dat heb ik op zich wel. We hebben de deur dicht gedaan om even te laten zien hoe het eruit ziet met de deur dicht. Want de deur is dicht.
Ja, dirty. Ja, de spoilers zitten nog steeds op, ik weet niet voor hoe lang nog. Anders ingezoomd of zoom je in? I don't know wat je doet. Hij zoomt in. Zie je het op. Ik heb al heel lang deze lampjes in mijn auto zitten. Gekke LED met afstandsbediening. En dan kan ik alle kleuren kiezen van de regenboog en allemaal gekke standen. Moet je niet gaan gebruiken op de weg, want dan worden mensen daar niet vrolijk van. Maar ik kan dus bijvoorbeeld zo rood kiezen. Ik wil een paar keer drukken. Ja, dat zit er zeker in. Dat is rood ook. Dat is veranderd. Kijk, zo rood, maar ik kan ook rood en groen, weet je wel. Gekke dingen doen, dus daar ga ik even een mooi thumbnailtje mee maken. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Heb je nou nog leuke ideeën voor hier? Laat het ook even weten. En ik zeg tot de volgende video. Dag.